En de Samaka-gemeenschap moet de ontwikkeling van haar eigen gebied zelf ter hand nemen. In deze editie van onze Samaka-serie brengen wij u de boodschap van voorzitter Rinaldo Huur van Stichting 19 September 1762, afgelopen woensdag tijdens een lezing in het Lalaroek-gebouw. Hij geeft aan dat de stichting speciaal is opgericht om deze doelgroep de tools aan te reiken om zelf hun vooruitgang te bepalen. De stichting wil elke Surinamer bereiken met haar boodschap en de cultuur van de stam aan hen bekendmaken. Echter is de hoofdfocus gericht op het vooruithelpen van de Samaka zelf. We willen iedereen bereiken in Suriname, maar voornamelijk onze Samaka gemeenschap die wij met de juiste tools moeten aanreiken om hun ontwikkeling zelf ter hand te nemen. Deze stichting werkt voor ontwikkeling van het binnenland. En wij gaan vanaf vandaag als stichting met onze gemeenschap samen de ontwikkeling ter hand nemen. Ik heb niet veel te vertellen, maar u zult wel merken en voelen dat deze stichting niet onderdoet voor geen enkel andere stichting. Andoy Mesedo, secretaris van de commissie Herdenking 260 jaar Samaka Daka, zegt dat er veel te halen is uit de Samaka stam. Behalve dansen en zingen moet de focus volgens haar echter erop gericht zijn komende generaties genoeg over de cultuur te laten weten. Dus ik zal u niet beloven dat we niet meer gaan dansen en zingen, maar we zullen wel ervoor zorgen dat er een generatie komt die ook aandacht zal besteden aan research. Want samen gaan we vooruit. Beide groepen zijn nodig. De waarden die we hebben overgehouden van onze voorouders, hoe weinig ook. Daarom ben ik echt een advocaat van boeken schrijven, dingen vastleggen, zodat de generatie die komt, weet dat er mensen zijn die hebben gevochten. Die handelingen kunnen we overzetten vandaag aan de dag en werkelijk gaan voor de opbouw van de Samaka, maar ook voor de Surinaamse samenleving. Ik heb van iemand vernomen en hij is hier in de samenleving. Wanneer de Samaka achter het stuur is, dan komt het goed. En ik heb het van harte genomen. Ik wil niet zeggen dat anderen het niet goed doen, maar ik geloof echt dat hoe meer Samakas gaan opstaan om hun plek in te nemen in de samenleving, dat we gaan naar de periode waar ze hebben gestreden met ideologie. Sedo zegt dat leden van de Samaka-stam nooit gebonden wilden zijn. Daarom hebben de voorouders van hen gevochten voor rechtvaardigheid. De generatie van nu zal volgens Sedo blijven strijden voor deze rechtvaardigheid.